Hallo kijkers van Mixer Teams 3. Mijn naam is Nick en ik ga vandaag voor jullie Pro Evolution Soccer spelen. Ik ga de mode Beer Legends spelen. Dat is een mode van dat jij een popje bent, dat jij een legende moet worden. Dus je moet van bijvoorbeeld wat ik kan doen van PEC Zwolle naar Feyenoord, naar PSV, dan naar een beroemde andere club, zodat je steeds hoger opkomt. Nou, ik ga even een potje beginnen. En hopelijk speel ik al meteen, of dat ik dan de tweede helft inkom, dan maak ik me niet zo voor uit. Daar gaan we. PSV, ja, hartstikke mooi. Ja, ik speel het niet. Ik zet hem even op Speedcat 2.0, zodat het wel snel gaat. En hopelijk kom ik anders op de tweede helft erin. Backspallen tegen PSV, dat is gewoon bijna niet te doen, ja. Voor mensen die het kijken. Backspallen is niet zo'n hele goede club om meteen dit te beginnen. Nou, zullen we zien wat ze ervan bakken. En hopelijk gaat het een beetje goed. Mooi voor ons. Dan maakt het op zich niet zo veel uit. Manolev. Nou, slecht. Nee, view. Kom, allemaal. Ik ben echt gewoon helemaal afhankelijk van het team. Dus ik kan er gewoon niks inbrengen. En we staan hier achter. Nou, dat begint zeer goed. We zijn gewoon echt gewoon heel erg slecht bezig. Maar ja, dan kan ik niks aan doen, want ik zit niet in het veld. Dat, ja, dus, dat is het gewoon jammer aan het spel. Je kan gewoon niks inbrengen. Je kan de coach niet zeggen van moeilijk erin. Zoals bij FIFA het is. De coach je moet jezelf bewijzen bij de coach. Voordat je erin mag. Nou, dat heb ik nu een aantal keer gedaan, maar de coach heeft gewoon een pick-up, denk ik. Dus ik moet zo snel mogelijk hier weg. Maar ja, nog geen enkele andere club om hebben. Het is wel, is wel. Het zou mooi zijn als PEC Zwolle nou meteen 1-1 kan maken. En niet 2-0 achter komt te staan. Geluk. Oh, dat was great improvisation. He got himself in the pleum. Pleum kan helemaal niks. Ik heb het spel, dankzij Spooky 16, het Nederlandse gamekanaal, ken je dat wel. Heb ik het gekocht, want toen hij dat ging luisteren, dacht ik echt van oké, dit is echt een fucking vet spel, ik moet het hebben. En toen zijn we later met onze vriendengroep, Niels, ik, Kevin en zo allemaal, zijn we zelf ook een gamekanaal begonnen. En toen dacht ik van nee, dan ga ik dat ook maar filmen. Want ik dacht zoiets van, ja, ik moet ook wat filmen. En best vind ik stond leuk spel om te spelen. Dus ik dacht van, dan doe ik dat gewoon. Kom op! Ah! Dan zat hij bijna. Ja, daardoor heb ik het spel echt te hangen. Spooky 16, Sander is. Oh, ik zeg klaar niet maken voor Sander. Ja, zoveel mensen kijken het dan niet. Maar dat maakt niet uit. Kom op, pak hem af, slot! Oh, oh keep it in, best goed. En dan zal hij er helemaal in gaan. Oh, dat is 40 minuten van hier dan. Wat pluim. Pas over. Ja. Buitenspel. Ja, offside. Zeker buitenspel. Ik zal je speelt veel te afhankelijk. Ook zo. Afwachtend. En was het. De eerste helft zit erop. En nu hoop ik dat er twee helft in zit. Anders, wordt het een koude aflevering. Begin tweede helft. En ik zit er even in. En dan word ik bij de 16 minuten gewisseld. Ik kan alleen maar hopen dat we nog in die paar minuten dat wij kunnen spelen, nog iets uit kunnen brengen tegen. Oeh. Dat is best goed. Als de tijd zo gaat, dan kan het wel winnen. Voor mij heb ik straks nog een PEC Zwolle van 7 of zo. Totaal. Qua lijst van op welke plekje staat. In Eredivisie. Ik ben al een paar keer uitgeroepen tot het. Of
ik in het Nederlands elftal mag komen. Dus ik heb iets van 7 interlands gespeeld ofzo. Van de rest, ja, het gaat best goed op zich. Ik heb ook een eigen foto van, mij hier gemaakt met mijn camera die ik in het nieuwe heb. En ik heb mijn gezicht geplakt, alleen het ziet er niet echt heel erg goed uit, want ik heb met de kleur gekloot en nu heb ik rode ogen. Het is lekker het Alpina. Maar ja, dat maakt me op zich niet zoveel uit. Zolang je er maar op zit, zolang mijn eigen gezicht maar een beetje kan herkennen. Het ziet er super geniaal uit, vind ik. Oef. Ja, we zijn nog beter bezig. Hopelijk word ik zo gewisseld, zoals nu. Ja, yes, daar ben ik. Hops, hops. Daar kom ik. Hopelijk kan ik me zo meteen een goal maken. Als we ook meteen... Nee, oh, fjoe. Nee, ja, zo doe je dat dan niet. Malle kubus. Ja, die niet buiten spel staan nu. Ja, wat hij niet voor kwam. Dan moet ik me even concentreren. Wat doe ik dan? Oh, dat is slecht. Tilon? Tilon? Oh, ik heb het heel erg gedaan. Ik hoop niet dat ze nou het echt zo is. Dus dat was nog niet zo uitspreken. Free kick. Nee. Nee, mag niet. Mag niet. Kom, hand in. Ja. Wat een rotpaas was er van mij. Nee, ik ga er mee aan. Kom op, hou ze tegen. Ja, die moet je hebben. Nice. Nice, nice, nice. Hopelijk kan ik deze aflevering nog scoren, of deze aflevering, ja, deze aflevering, deze wedstrijd. Want ik heb nogal eens render en upload probleempjes. Send it towards the center. Nee! Oeh, wat? Hè? Huh. Turp. Good pass to the wing. Nee, ja, ik kan ook gewoon echt helemaal niks beginnen met deze overall van het poppetje. Ik heb nou voor mij 66 overall, zo. En... bij PSV hebben ze allemaal rond de 75 of zo. Dus ja, dan was het wat moeilijker. En ik speel op de stad gemiddeld. Ik dacht van, ik kan wel meteen op superstar spelen. Maar dan kan ik helemaal niks uitbrengen. Het is echt gewoon de eerste keer dat ik één voetbalspel speel. Dus ik bak er niet echt heel veel van. Ja, elk begin is moeilijk, zeggen ze. Send it forward. And they get it away. Nee, ho! Buiten spel. Denk ik. That was upside there, ja. And the opposition defenders look pretty relieved. Ja, ik snelde. Ja. Kom op, ik moet nog scoren. Boom. Oh, ja. Gewoon een goede kopbal, maar net aan de verkeerde zon. Ah, de verkeerde. Sorry. Kom op! Nee! Oh, slecht. Zo. Oh, drukken zo. Kom. Maar dat kan, hè? Dus dan moeten we wat uit kunnen brengen. Of niet? Nee, dat is niet. Goal is all there is in it between these two sides, and the clock is showing 5 minutes remaining in the match. Oei! He so nearly exploited that mistake. Ja, dat dacht ik ook. Precies wat ik wilde. Oh, als je nou 1 meter dan 30 centimeter naar rechts was geweest, had hij gezeten. Maar ja, zo kun je ook een bal laten zitten. Nee, we mogen niet 2-0 achter komen staan. Dat mag niet. We hebben nog maar 2 minuten. Voor te weinig. Ja, nou. Ik weet nu al, dit is wel. Deze bal gaat er. Denk ik in. Oh, 2 minuten. Nou. Uitverdedigen gaat er niet eens allerbest.
Ja, we zitten op 90 minuten en de tijd zit erop. Dus we hebben 1-0 verloren. Maar ja, was het niet echt de beste wedstrijd voor mij. Waarom had ik gewoon zo weinig gespeeld heb. Twee minuten extra tijd te winnen. That's the end of the danger for now. We zijn al een mooie steekwaard kan geven. Can they eke out that final chance? Nee, jij moet moeten geven, waarom? And there is the final. Nou ja, gewoon om te lichten. Daar is het eind snel. 1-0 verloren. Hadden goede wedstrijd. Ja, goede. Wat moet ik zeggen? Redelijke wedstrijd. Ik ben benieuwd wat mijn cijfer is. Ja, 5,5. Ja. Ik heb ook gewoon de bal niet aangeraakt eigenlijk. Zo lang speelt het ook gehad. Maar mensen, dit was het voor deze keer. Er zullen vast nog wel meerdere filmpjes komen. Commenteren mag. Je mag op het filmpje reageren, ik lees alles tot nu toe nog wel, want ja, je hebt dan natuurlijk veel reacties erop. Like als het kan, want dat helpt ons ook gewoon verder. En ja, abonneer op ons kanaal, dat lijkt me ook wel leuk. Ja, als jullie dat doen, dan komen er vast nog wel meer filmpjes van mij en de rest van het team. En dan hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!